hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in daniel we gaan nu verder met hoofdstuk 1 en juist hoofdstuk 1 vers voor vers studie en u weet ook voordat wij ook maar iets doen willen we eerst weer onze geliefde god en vader vragen om verlichting van zijn heilige geest mijn vraag is daarom ook aan u thuis of u met me mee wilt bidden om die verlichting van de Heilige Geest, dat we verstand mogen krijgen en in, inzage mogen hebben in Gods onvuile Woord. Wilt u daarom samen met mee, mee bidden? Lieve goede getrouwde God of Vader, we komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we zo'n geweldig woord van u in onze hand mogen hebben en dat we ons verstand ook kunnen en mogen gebruiken om dat te leren kennen. Maar we bidden heel in het bijzonder voor de mensen thuis en voor mij. Wilt u ons helpen om ons verstand ook te openen? Dat we het naar uw welbehagen kunnen en mogen brengen. Maar ook dat we het naar uw welbehagen kunnen en mogen begrijpen. Kom met grote kracht over ons mensen. U bent degene die het willen en werken bij ons mensen moet doen, lieve Heere God. Kom daarom over ons met uw Heilige Geest. Dit bidden we. Uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw. En om Christus Jezus onze geliefde is in naamswil. Amen. Wij kunnen in de Gods woord openen en echt gaan begrijpen wat God ons heeft te vertellen. En het is echt bijzonder, dat kan ik u vertellen, als wij Daniel, vooral met hoofdstuk 1 al beginnen. Wat er allemaal al is gebeurd. En door heel Daniel heen lopen, zult u ook echt gaan verstaan wat God ons allemaal heeft te vertellen door zijn Heilige Geest. Dan zult u meer zien en lezen dat u ooit misschien hebt gedacht. Dan wij beginnen gewoon met de eerste sheet weer. Waarom een vervolgstudie naar het Bijbelboek Daniel? Het Boek Daniel is door veel geloofsgemeenschappen onderbelicht geweest. Hetgeen de nodige onwetendheid aangaande het verlossingsplan met zich meebrengt. Vaak worden profeten niet geloofd, omdat ze meestal onheil aankondigen. En dat willen mensen liever niet geloven of inzien. Onheilsprofeten werden ze ook genoemd, en nu nog. Ook vraagt het de nodige Bijbeldiscipline en doorzettingsvermogen. Want helaas krijgen vaak de wereldse aangelegenheden de voorrang boven Gods onfeilbaar woord, de Bijbelstudie. Nou, u zult ongetwijfeld in uw eigen ervaring dat ook hebben gehad als u iets nieuws hebt ontdekt in de Bijbel en dan gaat naar andere mensen toe en moest kijken wat ik heb gezien en gelezen. Weet je wel wat er staat te gebeuren? Dat dit een. Nou, dan, dan zeggen mensen ook: ja, maar ik heb mijn eigen geloof hoor. Ik ga wel naar de kerk. Je hoeft mij niet meer te bekeren hoor. Kent u dat soort opmerkingen allemaal? En wat meen jij eigenlijk wel niet? Nou, er zijn te veel om op te noemen. Maar dat gebeurt. Onheilsprofeten. En die hadden we in het verleden en die hebben we nu nog. En die vertellen alleen maar wat God heeft te vertellen. Aan mensen. Aan Gods oprechte kinderen ook. En de oprechten zal het licht opgaan. Laten we dat goed voorop stellen. En daarom zijn we hier ook bij elkaar om dat goed te verstaan. Laten wij niet twijfelen, maar Gods woord onderzoeken. En als je zegt, ja, ik weet niet hoor, of dit wel klopt, ik, ik snap het nog niet helemaal. Gewoon doorgaan, niet afhaken. Het komt wel. God heeft alle geduld om u dat te vertellen. Wij hebben vaak veel minder geduld, dat is gewoon bij mensen een feit. En daarom niet stoppen, gewoon doorgaan. Niet twijfelen en aannemen en zelf gaan onderzoeken. En dat mogen wij en willen we hier graag met z'n allen natuurlijk doen. Waar komen de ergste aanvallen op de profetieën, in dit geval bij Daniel vandaan? Ongeveer in het jaar 300 na Christus beweerde Porpirius. Een Syrische wijsgeer, filosoof, daar gaan we weer, dat weet u uit de Bijbel in zijn boodschap 233 tot 304 na Christus. Dat niet Daniel, maar een andere schrijver onder het pseudoniem van Daniel. Het boek heeft samengesteld rond 200 voor Christus. Papyrus was de grootste vijand van het christendom. Hij schreef 15 boeken tegen de Christenen. Nou, dat mag dan duidelijk zijn natuurlijk. Het is telkens weer om de goddelijkheid van Christus in de Bijbelboeken te doen. Alles wat de profeten in de apostelen schreven, wordt vaak sterk ondermijnd en bekritiseerd. Dat weten we. Dat was in de tijd van de Heer Jezus zo, bij Johannes de Doper. Dat was in Jeremia zo. zullen we straks nog een keer lezen. Al die profeten, leest u ze maar na, alles wat. En let vooral op die filosofieën. Mensen, daar komt alle oneenigheid en al die bijbelvervalsingen waar we nu nog last van hebben. Ik heb het al genoemd, de Bijbel is een boodschap, vertelt u daar heel veel over. Pas op wat u leest. En daarom blijven we ook elke keer weer zeggen, pak de Statenvertaling, dan zit u goed. En houdt u aan die Statenvertaling. Hoe spreekt Jezus persoonlijk over het Bijbelboek Daniel? In Matthäus 24, vers 15, een enorm mooi hoofdstuk. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken. En dan zal het einde komen, wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. En dit is een hele bijzondere opmerking die de Heer Jezus erbij geeft. Ga ik in een verdieping op in, maar de Heer Jezus is heel duidelijk naar zijn discipelen toe. Let op, de gruwel der verwoesting. De Heer Jezus heeft zoveel gezegd, maar die het leest, die merken erop. U moet nu goed opletten wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt iets bijzonders daarin. En uh, nogmaals, daar gaan we nu niet te diep op in, want dat verft veel tijd en daar hebben we de verdieping voor. Ja, en Daniel, dat is een profeet, die weet heel veel over de geschiedenis en ook over de komst van de Heer Jezus. Ik heb het er al eens eerder uitgelegd, zelfs bepaalde gedeelten in Daniel 9 zijn verboden door uh, de Joden om dat zelf te lezen. De vingers in de botten worden allemaal gebroken als je dat gaat lezen. Nou, het is abnormaal, maar... Zo'n vloek ligt er op het Daniel boek 9, bepaalde versen, door de Joden ingebracht. Nou, wij willen gewoon alles weten, dat begrijpen we natuurlijk met z'n allen. Want hoe wilde men de stem van Daniel tot zwijgen brengen? Daniel schreef dat Belsasar de laatste koning was en gedood werd bij de aanvallen van de Meden en Perzen. De critici beweerden dat alle wereldlijke geschiedschrijvers ons meedelen dat Nabonidus, vader van Belshazzar, niet gedood werd, maar zelfs pensioen ontving van de vijand. De archeologen hebben opgravingen in de Mesopotamia-vallei gedaan. Op de gevonden kleitabletten stonden de namen van Nabonidus en Belshazzar vermeld, waarmee werd aangetoond dat Belshazzar, de zoon van Koning was. Heel hoop is omstreden. Zelfs Belshazzar, dat hij heeft bestaan, en niet voor te stellen. Om maar die profetieën van Daniel, die moet aan de kant, want er staan natuurlijk veel te veel waarheden in, voor en in het bijzonder ook onze tijd. En dan nog zo'n bijzonder feit: heeft Daniel Belshazzar persoonlijk gekend? De critici en niet Daniel werd het zwijgen opgelegd. Want leest u maar eens mee. François Leonormand heeft gelezen van 1837 tot 1883. Een Frans archeoloog, zoon van de grote Egyptoloog Charles Normand schreef: Hoe meer ik het boek Daniel lees en herlees, en het vergelijk met de gegevens van de spijkerschrift teksten, hoe meer ik getroffen word. Door de nauwkeurigheid waarmee de eerste zes hoofdstukken een beschrijving geven van het Hof van Babel. En van de speciale opvattingen die men aankleefde ten tijde van het Hof van Babel. En verder schrijft hij: En hoe meer ik de onmogelijkheid inzie om van de opsteller van het boek een tijdgenoot te maken van Antiochus Epiphanus. Hieronder ziet u waar het. Uit vandaan komt. Dus de archeologen, die, die zeggen, die Bijbel die klopt gewoon, exact naar hetgeen wat wij gevonden hebben, en wat wij ook in spijkerschriften lezen. Dus, critici, pijnlijk genoeg, Daniel klopt. En dat is heel duidelijk, dat weten wij natuurlijk, als christenen weten wij dat gewoon. Maar die critici die willen alles eraan doen, zoals je begrijpt, om Gods woord, Gods onfeilbaar woord, te vernietigen. Hoe ver gingen de critici om het Bijbelboek Daniel weg te honen? Ze hielden niet op hoor. De naam van het hoofd der hovelingen, Aspenas, Daniel 1 vers 3, werd ontkend te hebben bestaan. Maar enkele jaren geleden werd in de puinhopen van Babel een steen ontdekt, waarin deze naam gegrafeerd staat. Deze bevindt zich nu in het Britse museum en u ziet hier ook die stenen afgebeeld. Ook werd de ballingschap van het volk Israël in twijfel getrokken. Maar in de lente van 1956, dat is dus nog niet eens zo lang geleden, verscheen in de dagbladen een bericht dat men in het Britse museum een spijkerschrift had ontdekt waarop men de juiste datum vond van de overgave van Jeruzalem door Joakim, koning van Juda. Hierbij werden ...ook nog eens dertien militaire jaarverslagen beschreven. En de vervanging van de jonge koning Joiakim door Sedequia. Prachtig mooi. Dus die Bijbel is zo duidelijk al zwart. Dat weten wij, nogmaals. Maar we weten nu ook hoe die critici die Bijbel haten. Want ze willen hem weggooien op, op allerlei mogelijke manieren. En nog zoiets bijzonders. Hoe schrijft de Bijbel... Dus Daniel zelf over deze bijzondere vondsten. Want alles is voorzien door onze God de Vader natuurlijk. En dat staat in Daniel 12, vers 4. En gij, Daniel, sluit deze woorden toe. En verzegel dit boek tot den tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren. En wat zien we? De wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Overduidelijk is het nu bewezen. Zelfs uit de Bijbel zelf al. De kritiek in verband met de historiciteit van de Bijbelverhalen. aangaande de Babylonische ballingschap. van het Joodse volk. en de onfeilbaarheid van het Bijbelboek Daniel. werden voor altijd tot zwijgen gebracht. Er zijn gewoon mensen die zeggen nog steeds. ja, het Bijbelboek is niet. in 600 voor Christus geschreven. En zelfs de kaartjes, als je dat ziet. Zit u bij ongeveer 600 voor Christus, dan ziet u zelfs niet Daniel staan. En als u goed ziet, dan heb ik al even Daniel bijgezet. Ze probeerden het op alle mogelijke manieren te verzwijgen. En dit is zelfs een statenvertaling Bijbel. U zult ik in mijn verdere presentatie zien welke chronologie wij moeten gaan gebruiken. Van Escher, dat is namelijk een hele goede chronologie. Maar daar komen we nog op. Dus, pas op hoe. Duidelijk de Bijbel is en hoe de critici dit willen ondermijnen. En nogmaals, waar vinden we de uitleg als het om symbolen gaat? Ik blijf hem herhalen. Veel van de symbolen vinden we in het Oude Testament terug. En juist in het Bijbelboek Daniel. Zie voor een symbolenlijst. Kennis van het Oude Testament is van onschatbare waarde. Want van de 404 versen die bijvoorbeeld in het boek Openbaring staan, verwijzen er 276 versen naar andere plaatsen in de Bijbel. En dit geldt ook voor het Bijbelboek Daniel. Blijf dat zo zien, want daardoor ziet u steeds beter die verbanden. En juist die verbanden, daar gaat het elke keer om. Dan kunt u ook niet in de waar raken als het om tijden gaat. En wanneer Daniel heeft geleefd, en wanneer Daniel iets heeft gezegd, in welke tijd we ons bevinden. En daar hebben we nog zoiets heel bijzonders bij. Tijden, verbanden, maar ook die chiastische structuur. Die komt elke keer weer terug. En ik kan u vertellen, juist in de eerste hoofdstukken laat ik u heel veel chiastische structuren zien. Dat doe ik met opzet, omdat u daaraan gaat wennen. Ik kan u ook alleen bemoedigen: zoek die verzen na. Echt verzen ze na in de Bijbel. Ga ze lezen en vergelijk ze. Er zitten wat moeilijker tussen, zit er zit wat minder moeilijker tussen, gemakkelijker dus tussen. Maar ga daar zelf ook eens mee aan het stoeien, zou ik bijna zeggen. Echt onderzoeken. Een biddend onderzoeken. En dan zult u ook steeds meer die verbanden gaan zien. Dan wordt dat Bijbel onderzoeken wordt geweldig mooi. Dan, dan ben je gewoon. Ja, met Gods woord bezig. En dan ga je die verbanden zien. En dan ontdekt u steeds meer. Nogmaals, in het begin doe ik dit. Dan stop ik ermee. En dan zult u nog een hele hoop horen van mij qua verbanden. Maar wat ik in het bijzonder benadrukken wil, is daardoor ziet u ook hoe wij als mensen moeten staan in een tijd van Dijnen. En daar komt het natuurlijk enorm op aan als wij nog in de tijd mogen leven. Dat begrijpt u. Laten we maar eens naar zo'n giastische structuur kijken. De chiastische structuur in het Oude en Nieuwe Testament. Daniel letterlijk, openbaring geestelijk. Wie aanbidden wij wanneer het zegel van God? Openbaring 14. Die hebt u al eens gezien, maar hier ziet u Babylon. Babylon met de teksten eronder. De eufraat, eufraat, met de teksten eronder. Beeld aanbidding in Daniel, letterlijk beeld aanbidding, geestelijke in openbaring. Een verzegeling, was ook letterlijk, maar ook een verzegeling, geestelijk in openbaring. Wetten van mensen en de wet van God. Nogmaals, zoekt u zelf die teksten erbij. Zet het beeld gewoon stil en bekijk dat nog eens rustig. Ga zo allemaal na. In blader door die Bijbel heen, dan wordt je ook thuis in openbaring in Daniel. Prachtig mooi is dat. En zo gaan we nog eens eens een bekijken. De giastische structuur in het Oude Testament, want de val de mens verloor, het herstel de mens verkrijgt. Gods genade voor de mens. Wat zien we dus? Recht op de boom, recht op de boom. Onsterfelijkheid overwinning over de dood. Voedsel als gift, verborgen manna. Uit de hof verdreven, domein wordt hersteld. Wat zien we? Na het bevonden, bekleed met witte klederen. Het kleed van gerechtigheid gaat het dan natuurlijk om. Bevreesd voor God, in de tempel, samen met God. U ziet weer alle teksten staan. Wat zien we hier ook door? Dat juist in het begin, wat hebben wij geleerd in de inleiding? Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alfa en omega. Jezus Christus is het begin en het einde. Lieve mensen, dat is zo mooi om dat te ontdekken. En niet alleen in het begin van Genesis, in het begin en het einde van de openbaring, maar ook in Daniel zien we dat terug. In, in een openbaring zien we dat terug. In ons leven zien we dat terug. In de geschiedenis zien we dat terug. Telkens begin en eind, begin en eind door die hele Bijbel heen. In versen, in hoofdstukken, in hoofdstukindelingen, ook weer terug, prachtig. Ja, en ik heb u al gezegd, ik zou toch nog even een profeet aanhalen, en dat was Jeremia, zo ik al zei, want hoe worden we behandeld als we de waarheid verkondigen voor God? Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was en zij lieten hem aan een touw zakken. In de put was nu geen water, maar wel slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Jeremia 38, vers 6. Nou, en nu weet, wie hebben hem eruit gehaald? Anderen hebben hem eruit gehaald. De heidenen. En touwen onder zijn, en doeken onder zijn oksels, onder de armen. En daardoor werd hij eruit getild. Ja, zouden we zeggen, dat ging toen niet zo fijn om me toe. Door de joden. En nu nog. En dat weten we. En daar hebben we nu bij stilgestaan. En wij gaan met z'n allen kijken. Wat wil God ons vertellen? Want juist in het Oude Testament vinden we veel. Wat staat er over de afgoden in de tijd van het einde in het Oude Testament? We hebben hem al gehad. Maar het is zo'n enorm belangrijke tekst. Want heeft ook een volk de goden veranderd? Ja, inderdaad, wij hebben de aanbidding van God veranderd. Hoewel dezelfde geen goden zijn, nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd. Ziet u dat? In hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover. Ga hemelen en zijt verschrikt. Wat zeer woest spreekt de Heer. Want mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader des levenden waters, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. Dit was in de tijd van Israël. Denkt u dat dit ook weer kan gebeuren in onze tijd? Juist nu gebeurt dit. Bedenk dat juist in Daniel, in de profeten, oude testament dus... meer dan 80% van de profetieën geschreven hebben... voor de tijd van het einde. De tijd waarin wij nu leven. De eindtijd. Met in het bijzonder de lessen uit Daniel... in vergelijking met de 144.000. En het overblijfsel. Ik kan u beloven... Dat heb ik u al verteld, in de Laodicea gemeente gaat het ernstig toe. Daar worden we niet blij van. En ik heb u ook al op ECL 34 gewezen, zo ernstig is het. Als u dat leest, dan weet u ook hoe het in Gods laatste gemeente toe gaat. Maar, God brengt verandering. Dat heeft God ook gezegd. Ik zal ze, zegt God. Daar komt een eind aan. En daarvoor roept God nog eenmaal die 144.000, zijn laatste oprechte dienstgerichten bij elkaar. Om daar verandering in te laten aanbrengen. Niet door die dienstgerichten, want God is degene die het doet. En die brengt een enorme opwekking. Niet een opwekking zoals we die nu hebben, uit de evangelische gemeente vandaan. Nee, een oprechte opwekking. Dat het gaat om het karakter van Jezus Christus. Wat hebben wij geleerd? Hier is de leidzaamheid der Heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Dat is de ware opwekking die komt. En daarom zien we ook wat hebben zij verlaten. Ze hebben die, die levende waters hebben ze verlaten. Gods eeuwig woord hebben ze verlaten. En dat komt terug. Er komt nog een geweldige mooie opleving, daar kan ik u beloven naar. Verheug ik mij al op. We weten natuurlijk nooit zeker of we het meemaken. Maar we zitten heel dicht bij het einde. Dat begrijpen we allemaal. Zie om ons heen. Wat is het geweldige van de profetieën om deze onder gebed te kunnen en mogen onderzoeken? U ziet dat, hier is ook Daniel afgebeeld. Driemaal daags ging hij in gebed. Geen mens kan ons openbaren wat er zich binnen 500 jaar zal afspelen, zelfs niet binnen vijf dagen. Deze verborgenheid van de toekomst is door een ondoordringbaar gordijn afgesloten. Maar juist de Bijbel geeft ons vergezichten uit nog ongeboren eeuwen. Die reiken tot het einde van onze geschiedenis. En juist in de bijzondere tijd van het einde waarin wij nu leven. Wij als kinderen van God mogen en kunnen dat weten als we biddend en nederig. Voor Gods aangezicht willen komen. Die oprechte nederigheid, dat wil God zien. Er is hoogmoed genoeg. Lusten voor de ogen en lusten voor het vlees en een hoogvaardig leven. Dat weet die hoogvaardij. Dat staat in 1 Johannes 2, 15 en 17. Dat hebben we allemaal besproken. Dat is de meer is genoeg. Daar wil God helemaal niet mee verder. Met dat soort mensen. Dat kan gewoon niet. Daarom is die nederigheid oprechteheid. Naar God toe en medemensen enorm belangrijk. Hoe belangrijk vond Jezus Christus de profetieën voor ons? Hij heeft dat gezegd in Lucas? Christus zelf haalt steeds de profetieën aan in zijn leven op aarde. Hij getuigt in een gelijkenis dat, doch Abraham zeide tot hem: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich. Niet laten gezeggen. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Lees nogmaals die adviesteksten door. U ziet het. O onverstandigen en tragen van hart. Hoeveel onverstandigen en tragen van hart zijn er wel niet? In deze wereld. Dat is niet meer voor te stellen. Dus wij. Willen nu in alle rust en eenvoud en nederigheid Gods woord onderzoeken. En heel in het bijzonder, dus Daniel. En dan gaan we dus van vers tot vers. Maar dat zouden we nu mee beginnen. We zien het hier staan. Start vers voor vers studie van het Bijbelboek Daniel. Volume 1 en 2, vers voor vers studie. En in het bijzonder, volume 3, plus Vierde verdieping. En die zal in het laatste natuurlijk ook een heel stuk vers voor vers studie inzitten. Maar het belangrijkste is wat je moet gaan begrijpen: eerst de twee volumes, vers voor vers studie. En dan nogmaals een enorme verdieping om bepaalde punten. En dat vooral als het gaat om de 25-20 en de in 3 plus 1 patronen. En over de Daniel 1140 tot en met 45 waar nog maar vijf versen van overblijven, die nog natuurlijk door de profetie en door de geschiedenis beantwoord moeten worden. De profetie heeft ze al beantwoord, maar het geschiedenis moet nog komen, de toekomst moet nog komen, zoals je weet. En daar staan we natuurlijk vlak voor. Die worden enorm uitgediept, zoals je zult begrijpen. En dan gaan we nu beginnen. Vers 1 uit Daniel. Laten we samen maar lezen. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, den koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belede haar. Bovenstaande is bewezen uit de spijkerschriften, welke in het Britse museum aanwezig zijn. Dat weten wij nu. Hier wordt eerst het historische gedeelte behandeld. Dat is ook interessant. Assyrische Rijk, Ezechiël 31 van 3 tot en met 6, viel. Door de overmacht van de Babylonische koning Nabopolassar. Waarbij ook de onneembare hoofdstad Nineveh viel in 612 voor Christus. Na een korte tijd van internationale woeligheid slaagde Nabopolassar erin met zijn zoon Nebuchadnezzar het verbrokkelde rijk van Assyrië te herstellen in het Babylonische Wereldrijk. Dus we zien dat die voorgeschiedenis ligt daar ook, en dat dus Nebukadnezar op die troon werd gezet. En Nabopolassar, zijn wat moeilijke namen natuurlijk, was zijn vader. Maar zover willen wij natuurlijk niet in de geschiedenis meer allemaal gaan. Dat nemen wij aan. Wij beginnen gewoon bij Nebukadnezar. Maar het is allemaal wel heel duidelijk uitgetekend in de geschiedenis. Maar waarom werden de Israëlieten dan als ballingen weggevoerd? Even voor de duidelijkheid: Daniel zal ongeveer 16 tot 20 jaar oud geweest zijn. Dat weten we niet exact. De koning van Babel, Nabopolassar, vreesde dat Joachim, koning van Juda, zich met Egypte zou verbinden. Dat is ook heel bijzonder, want dat komen we in Daniel 11, 40, 45 nog een keer tegen. Daarom stuurde hij zijn zoon Nebuchadnezzar naar Juda. Deze overviel Jeruzalem in het jaar 605 voor Christus. Het was de eerste belegering van Jeruzalem door de Babyloniërs. Maar het was het begin van het einde. Tijdens dit smartelijk gebeuren voor Gods volk, werden dan Daniel met zijn drie vrienden, kijk de 3 plus 1 patroon, naar Babel gevoerd. U ziet daar nog een klein fotootje van. Dan gingen alle Joden, het volk Israël, naar Babel toe. Ik zeg wel alle, maar er zijn ook een paar achtergebleven, zoals je nog weet in de Bijbel. Maar dat even terzijde. Ja, het zijn bijzondere vermeldingen allemaal in, in die Bijbel. Daar is zoveel over te vertellen. En nogmaals, ik kan u beloven: we kunnen hier echt nog niet eens alles behandelen. Dus er ligt zoveel verdiepingen in dat woord. Maar we zullen wel veel behandelen, dat zult u begrijpen in 64 presentaties. Een bijzondere tijdmelding tussen twee profeten. Jeremia plaatst deze belegering in het vierde jaar van Joachim. Lees het maar eens na. Daniel plaatst ze in het derde jaar. Daniel 1, Deze schijnbare tegenstrijdigheid. Wordt duidelijk door het feit dat Nebuchadnezzar zijn tocht aanving aan het einde van het derde jaar van Jozef. Van dat vertrekpunt rekent Daniel, maar Jeruzalem werd in volle onderworpen omstreeks de negende maand van het volgende jaar. De tijd van waaruit Jeremia rekent. Die profeten spreken elkaar echt niet tegen. Soms denk je: ja, dat klopt niet. De ene zegt in dat jaar en ander dat jaar. Maar zij bezien het natuurlijk allemaal vanuit hun eigen standpunt vandaan. Dus wij weten dat die profetieën kloppen. En daarom dit soort puntjes er even bij. En als dan mensen bij u komen, ja oh, maar klopt niet, Jeremia zegt dat en Daniel zegt dat, hoe kan dat dan? Nou, dan hebt u gelijk een antwoord daarvoor, ja toch? En de Heere gaf Jojakim, den koning van Juda, in zijn hand. En een deel der vaten van het huis gods... God had zijn beschermende hand aan zijn volk onttrokken. Omdat zij in hun hart reeds lang Gods koninkrijk verraden hadden. Dat zijn hele duidelijke woorden, maar het was zo. Israël had zijn levensdoel uit het oog verloren. Zij klemden zich vast aan vergankelijke dingen en vormen. Slechts een minderheid, alleen de levende stenen Israëls, bleven getrouw. Let op, die 144.000 weer. Het volk des Allerhoogste verloor alles: zijn land, zijn koning, zijn vrijheid, zijn tempel. En we weten, die getrouwen zijn Daniel, zaterdag, mezig en negel. En we zien hier ook de onvoorstelbare overval tijdens die belegering van Jeruzalem op dat moment. En het is niet normaal wat daar is gebeurd. Lees je dat cel nog maar eens door, want het is te. Te afschuwelijk om dat nu allemaal te gaan vermelden. Maar weet wel dat er in de eindtijd, in de tijd waarin wij komen te leven straks, al wel in leven, een enorme hongersnood uit zal breken. Over de gehele wereld. En we hebben ook geleerd dat Jeruzalem een voorafschaduw is van de tijd die komen gaat. Hoeveel kunnen wij leren uit het Bijbelboek Daniel in openbaring? Heel veel. Er is niet alleen geschiedenis te leren. Uit het Bijbelboek Daniel, maar ook veel over de tijd die komen zal, zoals ik al zei. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. Jacobus zegt dat weer. Bid zonder ophouden, dank onder alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede, onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus, blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Uw geest, uw lichaam, geheel en al staat daar. Dus wij zien heel duidelijk wat Paulus daar schreef. En als we dan de geastische structuur daar weer bij pakken, dan zullen we ook heel goed begrijpen dat wij ons geheel en al heilig moeten. Onberispelijk bewaard moeten blijven. Zelfs ook in eten en drinken, zoals je zult begrijpen. Want dat staat daar. En dan gaan we geastische structuur weer Even een stukje van pakken. Gejuistische structuur in Daniel en Openbaring. Gods volk letterlijk en geestelijk. Wat zien wij? Daniel en volk. Daniel 1, vers 8 en 1, vers 2. En 144.000 en Gods volk. Openbaring 7 en 14 en 18, vers 4. Let op wat zien wij? Wij zien. Heel duidelijk dat die overeenkomst van Daniel en zijn volk, en de 144.000 in Gods volk zijn volk, overeenstemmingen brengen. En daar moeten wij continu naar kijken. Wat vertelt Daniel persoonlijk voor ons in de tijd van het einde? En de geschiedenis die er dan nog doorheen loopt. Dus we hebben nogal wat te onderzoeken, dat begrijpt u. En hij bracht ze in het land van Zinia, in het huis zijn schots. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn schots, dus van die afgoden. Wanneer waardig oprechte gelovigen zeldzaam zijn en de vijand aan het toppen staat van zijn macht, dan opent de Heer onbekende wegen waarlangs Hij zijn heilsplan volbrengt. En daar mogen wij nu inzage in hebben. Nebuchadnezzar, in de waan dat hij niet alleen de heilige stad in de tempel, maar ook de god van Juda overwonnen had, bracht de schatten van de tempel in de afgodstempel van zijn god Bel. Bel was de populaire naam van Marduk, of Marduk staat er ook wel. Als geschenk voor zijn overwinning over de god van Juda. En dan moet u opletten: dit is niet zomaar iets wat daar staat, want daar leren wij heel veel van. Wat deden de Romeinen? En dan praat ik over heidens Rome, niet over het pauselijke Rome, over het heidens Rome. Die hadden een Pantheon tempel. In dat Pantheon tempel, wat gebeurde daar? Al die heidense Romeinen een veldslag hadden overwonnen en gewonnen, dan namen ze die afgodsbeelden mee van dat land en die plaatsten ze in die Pantheon tempel. En dat was in Rome. Dus daar waren allemaal afgodsbeelden. Alle afgoden waren in Rome. In heidens Rome. Dus hier wordt heel nadrukkelijk in vers 2b van Daniel hoofdstuk 1 verteld wat Rome doet. Rome, of weet ik zeg wat de Babyloniërs deden, maar wat ook. Rome, heidens Rome, heeft gedaan. En dus ook pauselijk Rome. Daar komen we later op. Waarschuwt God zijn volk altijd? Jesaja waarschuwt de koning. En dat vinden we. In 2 Koningen 20, vers 14 tot en met 18 staat het namelijk. In deze versen vinden wij de vervulling van de oordelen. die de profeet Jesaja. meer dan 100 jaren voordien aan de koning Hiskia had verkondigd. In zijn klein. De menselijke ijdelheid had koning Hiskia zijn schatten en heilige voorwerpen aan de afgevaardigden van Babel getoond. Toen had Jesaja hen voorspeld dat al deze dingen als overwinningstekens naar Babel zouden worden gevoerd. En dat zelfs zijn nakomelingen zouden worden meegenomen om hoofdlingen te zijn in het paleis van de vijand. Wat zien we hier weer staan in het midden? Ijdelheid. De waarschuwing is daar. God waarschuwt de koning in zijn ijdelheid. Uh, ja, en Hiskia gaat gewoon door natuurlijk. En God waarschuwt ons mensen door Daniel. En wat gebeurt er? De mensen gaan gewoon door natuurlijk. Begrijpt u? Het, uh, het is niets nieuws onder de zon, hè? zegt de prediker. Uh, en zo is het ook. De, het mens zakt er helemaal weg in afgoderij. En waarom? Werden ze weggevoerd? Wat had die koning Ischia? Hij leidt hoogvaardij. Hebben we net geleerd. Lusten voor de ogen, lusten voor het vlees en een hoogvaardig leven. Dat past niet bij God en ook niet in de hemel. Voor de eeuwig niet, laten we dat goed voorop stellen. En de koning zeide tot ...Aspenas... den overste zijner Kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls. Te weten uit het koninklijk zaad. En uit de prinsen. Daniel 1, vers 3. De koning wilde een keurkorps voor zijn regering. Zij moesten van onberispelijke lichaamsbouw zijn. Ook van uitnemende intellectuele aanleg. Met helder inzicht om tot een elitegroep te kunnen worden gevormd. Alle aandacht werd gewijd aan hun ontwikkeling. Zij werden onderwezen in de taal. En wetenschap der chaldeeën. Ook hun lichamelijke ontplooiing werd niet uit het oog verloren. Zelfs hun voeding werd bepaald. Dat zegt nogal wat. Vindt u niet? Dat zo'n koning dat doet. Een elite groep moet gevormd worden. En op het eind moet ook een elite groep, een keurkorps gevormd worden. God wil nog eenmaal een keurkorps hebben. Die die geweldige drie engelen boodschap die in openbaring 14 staat. In openbaring 18 weer herhaald wordt, laten zien aan de mensen hier in deze wereld. Dit is mijn keurkorps en daar moeten jullie nu naar luisteren. Want die hebben jullie iets te vertellen van mij. Zij zeggen niets hoor. Gods kinderen kunnen niets, alleen door de kracht van de Heilige Geest kunnen ze heel veel, en dan gaat God het werk doen. En wat zien we dan weer? Dan pakken we natuurlijk weer die geastische structuur er even bij, we hadden al wat geleerd. Daniel en zijn volk en 144.000 is zijn volk. Het keurkorps en het keurkorps. Vindt u dat niet bijzonder? Dat God in Daniel de eindtijd uitlegt. En Daniel als een van de personen is die als voorbeeld dient voor dat keurkorps. Ziet u de verbanden? Zelfs met eten en drinken. De manier van bidden. Het vertrouwen op God. Ziet u dat? Prachtig. Dus u kunt zo zonder meer zeggen: als ik Daniel lees, dan lees ik ook hoe de 144.000 zich moeten gedragen. Ja toch? In eten, in drinken, in aanbiddingsvormen. Nou, en dat willen we nu eens meer gaan onderzoeken. Let op: als u Daniel leest, leest u 144.000. Maar dan leest u ook voor uzelf wat God van u verlangt. Het is niet alleen bij de 144.000, maar iedereen verlangt God dit van. En of je wel of niet bij de 144.000 mag horen, wel of niet heb ik al eerder verteld. Dat is aan God. Dat is niet aan ons mensen. Dus onthoud dat. Daniel 1 vers 4. Jongelingen, aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren. Om te staan in des Koningspaleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeën. Een van toevoegsel: Nebuchadnezzar was zelf een intellectueel en hield van het gezelschap van begaafde jonge van jonge mensen. Babel was zelf het centrum van hoger onderwijs, waar zich de grote boekerijen bevonden van het semitistische ras. Hier waren de geleerden die nauwkeurig tot de kleinste feiten, voorspellingen en legenden uit het grijze verleden optekenden. Die de eclipsen en de maansveranderingen berekenden en sterrenconstellaties nagingen. Dus dat was een wijs en verstandig gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Het was een afgodische gemeenschap, maar ze wisten wel waar ze over spraken. Ze hadden veel inzichten. Dus en ook Nebukadnezar. En daarom verkoos Nebukadnezar uit het koninklijk geslacht van Juda wijzen, verstandige, bekwamen. En die werden gebruikt in het paleis bij de koning, om daar de koning raad te geven. Dat zijn belangrijke feiten die moeten we blijven meenemen. En de koning verordende hun. Wat men ze dag bij dag geven zou. Van de stukken der spijs der konings en van de wijn zijn dranks. En dat men hen drie jaren al zo optoog, en dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht des konings. Zelfs het eten en drinken werd voorgeschreven. En de koning verarmde hun. Dat is bijzonder, maar nog bijzonder is. En dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht des koning. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want zij moesten voor dat aangezicht van die koning verschijnen. Onze God heeft aan zijn volk verordineerd wat zij wel en niet kunnen en mogen eten. In de ceremoniële wet. Alleen zij die zich hier aan houden, kunnen voor God staan in de tijd van het einde. Advies: zie uit de serie zijn boodschap in de profetie. Gods gezondheidsplan. En vooral Jezaja 66, 15 tot en met 17 en tot en met 24. En wat ook heel bijzonder is, lieve mensen, wat u hebt gelezen, dat zij drie jaren onderwijs kregen. Wie kreeg nog meer drie jaar onderwijs? En wie moest drie jaar vluchten? Paulus drie jaar onderwijs, de discipelen drieënhalf jaar onderwijs, uh, Elia drieënhalf jaar. In, in, in het buitenland, in een ander land. De Heer Jezus drie jaar hier op aarde heeft onderwijs gegeven aan het Joodse volk. Het is niet allemaal voor niets. Dat, dat, dat zijn niet zomaar getallen. Die moeten we zomaar niet aan de kant zetten. God zegt iets. Er is geen zweem van ommekeer bij onze geliefde God en vader, weet u nog? Dus wat lezen wij nu heel nadrukkelijk? Dat onze geliefde God en vader. Tegen u en tegen mij zegt: Wij moeten opletten wat wij eten. Wij kunnen zomaar niet alles maar gaan eten. Daniel niet, maar zijn drie vrienden ook niet. Dus dat geldt niet alleen voor de 144.000, maar dat geldt voor iedereen. Voor het gehele overblijfsel. Dat ze weten wat ze wel of niet gaan eten. Dan zie je absoluut dat gezondheidsplan nog eens een keer door. En zoals je weet, er komen straks nog veel meer presentaties specifiek over voedsel, hoe wij eten en. Gezond kunnen en mogen leven. Dus begrijp wat hier staat. Wat die koning deed. Die wou zelf hebben dat ze goed eten en drinken kregen. kijk nu eens wat Daniel en zijn vrienden zeggen. Want dat wordt natuurlijk straks heel bijzonder. Maar we gaan eerst weer naar die geastische structuur. Want we hebben Daniel en het volk en het keurkorps. En wat hebben we dus? Voedsel, belangrijk. Voor de borgen mannen. Leviticus in openbaring. En wat hebben we nog meer? Voor de koning staan. Voor de troon staan deze. Openbaring 7, vers 13 tot 15. Ja, want deze zijn het. Die door de Jacobs benauwdheid heen zijn geweest. Prachtig mooi. Zit u verbanden? En nogmaals, lees wel die teksten door. Hè. En dan gaan we naar het volgende vers. Vers 6. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Michaël en Asaria. Hier worden expliciet de kinderen van Juda genoemd. In openbaring 7, vers 5 werden deze als eerst genoemd. Zie presentatie zijn boodschap in de openbaring, hoofdstuk 7. Dus Juda. Is sterk verwant met de 144.000. Dat zult u straks ook zien in andere presentaties. Ook bij de profeten wordt veelvuldig over Juda en Israël gesproken. Waardoor het verschil van de 144.000 en het overblijfsel heel duidelijk wordt neergezet. Ditzelfde zien we ook door heel Daniel heen. Met in het bijzonder hoofdstuk 6. Ik heb het u al eerder verteld. Het is. Prachtig mooi als u bepaalde dingen gaat verstaan. En we hebben al gehoord en gelezen en begrepen dat als gevallen, gevallen in de Bijbel staat, of de heren... heren of Gebod op Gebod en heu, heu, er staan heel veel van die uitdrukkingen twee keer achter elkaar. Dan moet u goed opletten, heeft met de eerste en tweede Engel boodschap te maken. Dat weten wij nog. En dit is ook zoiets. Als u Judas ziet staan, dan gaat u begrijpen. Dat is dat bijzondere geslacht. Dat is ook de lijn van het zuidelijke Israël. Juda, Israël. En de stam Juda. En die is ook in 1844 gestapt. De Tweede Gramschap van de 25-20. Komen we nog op. Maar begrijp dat Gods Woord zoveel diepgang heeft. En. Verstaan kan worden door de juiste woorden te analyseren. En daar zijn we nu mee bezig. Als wij het over het woordje Juda praten, dan analyseren wij waarom Juda zo bijzonder is. En waarom Noord, het noordelijke deel, zo bijzonder is. Want Zuid was Juda en Noord. Dat waren tien stammen. Hé, hey, daar is ook tien, tien stammen. We hebben straks ook weer tien koningen in openbaring 17. Zie u, er komen heel veel verbanden, legt God in zijn woord. Want wie was het begin en het einde? Jezus Christus. Onze geliefde Heer wil ons heel veel vertellen door die verbanden te leggen. En dan gaat u echt die Bijbel feilloos lezen. En ook het Oude Testament met die kleine profeten en ook die grotere profeten. De kleine profeten hebben niet qua, laat ik het zo stellen belangrijkheid minder geschreven. Nee, ze hebben minder geschreven, maar niet minder belangrijk. Misschien wel nog wel zo belangrijk als een Jeremia en een Jesaja... een Ezechiël en Zachariah. Dat, die hebben veel meer geschreven, zoals u zult begrijpen en weten. En nu komt er iets bijzonders en de oosten der kamelingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Belshazzar en Hananja Sadrach en Misael Mesach en Asaria Abednego. Dus we zien het voedsel werd al voorgeschreven en zelfs de namen werden ook nog voor veranderd. Dus ja, daar wordt je met z'n nou allen niet zo blij van. Maar laten we eens kijken waarom ze dat deden. Deze genoemde namen hadden op God betrekking en werden vervangen door namen die verband hielden met heidense goden. Daniel, God is mijn rechter. Dat betekent dat prachtig mooi. Belshazzar, prins van Bel. Marduk, weet je nog? Of bewaarder van de verborgen schatten van Bel. Hanania, genade gaven gods. Of geschenk van god. Prachtige mooie naam. Sadrach, dienstknecht van Zin. Zin is de maan god. Of ingeving van de zon. jongen. Jonge. Misael, wie is wat god is? Of de sterke god? En wat kreeg hij van naam? Mezach. Wie is wat Aku is? De sumerische naam van Zin. Of uit de godin Gakka geboren. Naam voor Venus. Asaria, God helpt of held des Heeren. Weer een schitterende naam. Abednego, dienstknecht van Nebo. Of dienstknecht van het schijnvuur. Dat werd aanbeden namelijk. U ziet al heel veel. We hebben al zoveel dingen behandeld en gezien. Tot zover daarom ook eerst de eerste presentatie. Want het is belangrijk dat wij gaan verstaan dat die invloeden op Daniel. Sadrach, Mezer en Abednego, pakken Ik pak de namen die in de Bijbel staan nog maar even. Werden zoveel uitgeoefend op hun, dat het niet voor te stellen was wat voor drukker op hun uitgeoefend werd. Ook met het eten en het drinken. En daarom waren. Daniel, Hanania, Michaël en Asaria. Die mooie namen moesten weg. Dat waren geweldige, goddelijke namen. En dat is nog zo. Alles wat met God te maken heeft in deze wereld, dat moet weg. Dat willen mensen niet meer horen en niet meer zien. Zelfs namen, bijzondere Bijbelse namen, hoeven ze helemaal niet meer te horen. Lieve mensen, is heel veel gaande. En heel veel uit, zoals u ziet. Al een paar versen zijn we nog maar verre, maar zeven versen te halen. Tot zover daarom eerst dit deel van hoofdstuk 1, het eerste deel van Daniel. Ik zie je ook graag weer straks weer terug bij het tweede deel van hoofdstuk 1 van Daniel. Graag tot straks.